Bijbellezing vanmorgen is Genesis 29, vers 14b tot 35. En daarna zingen we voor de preek nog Psalm 145, vers 4. Wie doet de lezing vanmorgen? Annelies. Jacob was een volle maand bij Laban in huis toen deze tegen hem zei: het is niet nodig dat je voor niets voor mij werkt, alleen omdat je familie van me bent. Zeg me maar wat je loon moet zijn. Nu had Laban twee dochters. De oudste heette Lea, de jongste Rachel. Lea's ogen hadden geen glans, maar Rachel was mooi en aantrekkelijk. Jacob was verliefd op Rachel. Daarom zei hij tegen Laban: ik zal 7 jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. Laban antwoordde: ik kan haar beter aan jou geven dan aan een ander. Je kunt dus blijven. En zo werkte Jacob 7 jaar om Rachel. Maar voor zijn gevoel waren het maar een paar dagen. Zoveel hield hij van haar. Toen zei Jacob tegen Laban: de termijn is om. Geef me nu mijn vrouw. Ik wil met haar slapen. Laban nodigde alle inwoners van de stad uit en gaf een feest. Toen de avond was gevallen, bracht hij zijn dochter Lea bij Jacob. En Jacob sliep met haar. Ook gaf Laban haar een van zijn slavinnen mee, Zilpa. 'S Morgens ontdekte Jacob dat het Lea was met wie hij had geslapen. Hoe hebt u mij dit kunnen aandoen? Wierp hij Laban voor. Ik heb toch om Rachel bij u gewerkt? Waarom hebt u me zo bedrogen? Laban antwoordde: het is hier niet de gewoonte om de jongste voor de oudste uit te huwelijken. Wacht daarom tot de bruiloftsweek met de een voorbij is, dan krijg je ook de ander. Op voorwaarde dat je nog eens 7 jaar voor me werkt. Jacob stemde toe en wachtte tot de week om was. En daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw. Ook gaf Laban haar een van zijn slavinnen mee, Bilha. Toen sliep Jacob ook met Rachel en van Rachel hield hij echt meer dan van Lea. En hij werkte nog eens 7 jaar bij Laban. Toen de Heer zag dat Jacob minder van Lea hield, opende hij haar moederschoot, terwijl Rachel kinderloos bleef. Lea werd zwanger en bracht een zoon ter wereld, die ze Ruben noemde. Want, zei ze, de Heere heeft gezien wat ik te verduren heb. Nu zal mijn man van me houden. Ze werd opnieuw zwanger en bracht nog een zoon ter wereld. De Heere heeft gehoord hoe weinig mijn man van me houdt. Daarom heeft hij mij nog een zoon gegeven, zei ze, en ze noemde hem Simeon. En weer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. Nu ik hem 3 zonen heb gebaard, zal mijn man zich eindelijk aan mij hechten, zei ze, en daarom werd hij Levi genoemd. En nog een keer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. Nu zal ik de Heer loven, riep ze uit, en ze noemde hem Juda. Hierna kreeg ze geen kinderen meer. Na de preek zingen we als antwoord, of u mag er misschien ook naar luisteren als luisterlied. Maar het is ook de bedoeling dat we het zingen. Herstel mijn eerste liefde. Dat als antwoordlied op de preek. Geliefde gemeente. Broers en zussen in de Heere Jezus Christus. Liefde maakt blind. Dat is het thema wat ik gekozen heb boven dit gedeelte van het leven van Jacob. Maar niet alleen van Jacob, ook van Lea. Het is wel een thema wat natuurlijk heel actueel is. We hebben afgelopen vrijdag Valentijnsdag gehad. En ik weet niet of u daarbij stilstaat of dat u inmiddels ook geraakt heeft, maar je zou kunnen zeggen, dit is ook weer zo'n fenomeen wat we, denk ik, vooral aan de Amerikaanse cultuur te danken hebben.
Wat dan overwaait, want veel van onze Nederlandse cultuur komt ook echt uit de dominante cultuur van Amerika. En dit is ook zo'n fenomeen, Valentijnsdag. Ga terug blijkbaar op ene Sint Valentijn, ik heb me er niet helemaal in verdiept. Maar belangrijk aan Valentijnsdag is dat je extra aandacht geeft aan je geliefde. En dat mogen zelfs geheime liefdes zijn, heb ik begrepen. Je kan zelfs een kaartje of een presentje sturen naar degene die niet eens weet dat jij verliefd bent op die ander. En nou ga ik daar niet over hebben, over geheime liefdes. Maar het is wel fascinerend hoe ook zo'n fenomeen als Valentijn in onze samenleving zoveel wortels schiet. Omdat het een kenmerk is, een voorbeeld van hoe hoog wij de romantische liefde op de agenda hebben staan. De romantiek, het geluk vinden in elkaar, de prins of de prinses op het witte paard zien te vinden, dat is voor velen echt, nou ja, een soort levenszoektocht. Het allerbelangrijkste, als je hem of haar gevonden hebt, dan word ik ultiem gelukkig. Veel sociologen terecht en vooral ook theologen duiden dat ook als een van de kenmerken bij het wegvloeien van, je zou kunnen zeggen, een godsgeloof. Zoals de psychiater Dirk de Wachter dat ook placht te zeggen, sinds we de hemel hebben afgeschaft, sinds we daar niet meer in geloven, sinds religie naar de marge is verschoven, moeten we het vinden in andere dingen. Nou, de romantische liefde, de romantiek, dat is ja, bijna met stip op nummer 1. Met alle schadelijke gevolgen van dien. En dat zien we ook in dit levensverhaal van Jacob. We pakken de draad weer even op. Jacob is inmiddels aangekomen bij zijn oom Laban. De ontmoeting, de weg daar naartoe, zou je kunnen zeggen, lees je in het hoofdstuk hiervoor. Een fragment wat Cornelis en ik eruit gelaten hebben, zoals je, als je er 8 keer over preekt, natuurlijk bepaalde passages moet laten liggen. Maar Jacob is best wel weer op een bijzondere manier daar terechtgekomen, via de ontmoeting met Rachel, bij een put. En Jacob is daar aangekomen, je zou kunnen zeggen, leeg. Jacob is een man met een grote innerlijke leegte geworden. Hij heeft alles waar hij zijn leven, zijn identiteit aan ontleende, heeft hij achter moeten laten. En dat is in de afgelopen preken wel duidelijk naar voren gekomen. Jacob moest vluchten voor zijn broer. Hij is een vluchteling. Er staat een doodvonnis op zijn hoofd. Er is een vervloeking over hem uitgesproken. Nee, het was natuurlijk de zegen van vader Isaac. Maar ja, Jacob had hem zelf gestolen met dat toneelstukje. Hij had zich voorgedaan als Esau en onder die condities had zijn vader hem gezegend. Maar als je zo de zegen denkt te ontvangen, wordt hij jou tot vloek. Dan zijn het geen goede woorden, dan wordt het een last. En met die last op zijn nek, met de leugen waarmee hij zijn broer en zijn vader bedrogen heeft, moest hij vluchten. En zijn grootste innerlijke leegte is misschien wel dat hij zijn moeder heeft moeten achterlaten. Want zoals u misschien nog wel weet, Jacob had een diepe intimiteit met mama. Je zou kunnen zeggen, dat was een groot deel van het drama wat hem tot nu toe overkomen was. En als je dit even goed op je in laat werken, als dat je levenservaringen zijn, als relatief jonge knul zou je kunnen zeggen, jonge man nog. Dus van huis en haard verdreven. Je broer niet meer onder ogen kunnen komen, want die staat je naar het leven. Je voelt jezelf echt een bedrieger, een leugenaar. Je dacht er winst mee te boeken, maar het is allemaal niks geworden. Als je dat op je in laat werken, dan weet je een klein beetje hoe het voelt om innerlijk leeg te zijn. En misschien voel je het ook wel. En zo niet, praat eens met mensen die een verschrikkelijke kindertijd achter de rug hebben. Die geen bevestiging hebben gekregen, maar eerder boosheid en haat. Ik ben op dit moment bezig in het schrijnende boek van Bart Chabot. Waar je moreel van alles kan vinden van zo'n man, mocht u hem ooit kennen. Dichter, poëet, boekenschrijver. Wat een hel.
waar hij in opgegroeid is. Met een vader en een moeder die alles behalve zegenrijk aanwezig was. Wat omschrijft u het op een schrijnend, pijnlijk, maar ook zo'n teer, mooie manier hoe je dan leeg van binnen bent. Zo is Jacob hier terechtgekomen. Met een lege ziel. En hij zoekt huisvesting. Hij wil weer een beetje grond onder de voeten. Maar misschien denk je wel, maar wacht even Arie, vorige week stond Cornelis hier te preken over dat prachtige moment bij Bethel. Dat de hemel openging, dat die ladder daar stond. Dat engelen op en neer gingen. Dat de hemel voor hem geopend was, wat diepe indruk op hem maakte. Maar dat doet toch wel wat met je leegte, zou je zeggen. Misschien verlang jij er ook wel naar. Kijk, als ik nou ooit een keer zo'n ontmoeting had, misschien was dat wat je voelde na vorige week. Stel je toch eens voor dat God zich zo aan mij zou openbaren. Of net als bij Paulus, dat je zomaar ineens een stem uit de hemel en een licht en je hoort de Heer Jezus letterlijk tot je praten. Saul, Saul. Ja, maar dan geloof ik het wel. Weet je, dan heb ik aan God wel genoeg. Hoe kan dat dan bij Jacob? Die had het toch. Nou mag ik daar nog even op teruggrijpen. Ook als een les voor ons. Want wij denken heel vaak, als ik nou maar zo'n diepe, intense, spirituele ervaring heb, ja, dan voor de rest van je leven ben je bevoorrecht. Dan zweef je, dan kom je pas echt los, dan word je innerlijk vrij. De patronen die je in dit leven hebt, zijn zo buitennissig hardnekkig. En buiten dat, herinnert u zich nog wat voor gelofte Jacob aflegde, daar bij Bethel? Ik zal hem nog even lezen, u vindt hem in hoofdstuk 28, vanaf vers 20. Dan heeft hij dus die ontmoeting met die engelen gehad, de open hemel, en dan zegt hij, als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn. Hoort u de als dan? Als God nou dit doet, en dat, en zus, en zo, nou dan mag die mijn God zijn. Een godsbeeld wat verschrikkelijk veel mensen hebben. Vooral ook in kerken. En dat is vaak de reden waarom wij ook vaak naast God, natuurlijk voor al die andere dingen, nog wel heel erg onszelf ons best doen. Je zou kunnen zeggen, die moeten we ook blijven eren als afgodjes in ons leven. Want ja, je hebt toch eten en drinken nodig? Je wilt toch ook een rustig leven? Je wil het toch fijn hebben met je verwanten? Dus die dingen die Jacob hier opnoemt zijn op zich niet vreemd. Maar Jacob gebruikt die als voorwaarde om dan God tot God te laten zijn. En u merkt het, ook in deze geschiedenis. Als je zo denkt met God om te gaan, als je hem daarvoor wil gebruiken, als een sluitpost naast een bijzonder gelukkig leven met perfecte omstandigheden, dan mis je de hele essentie van God. Dan heb je God niet eens. Dan doe je aan godsdienst, hooguit. Maar je hebt geen leven met God. Nee, je hebt een leven met je omstandigheden. Net als Jacob. Kijk maar wat zijn omstandigheden hier zijn. Hij wordt gelukkig gastvrij ontvangen door oom Laban. Hij vertelt ook zijn hele levensverhaal aan oom Laban. Dat staat in het vers voor het gedeelte wat we hier lezen. Dus oom Laban is helemaal op de hoogte van wat Jacob inmiddels achter de rug heeft. En hij zegt, je mag hier blijven. En na een volle maand zegt Laban tegen hem, maar joh, je werkt nou mee hier. Dat hoef je niet gratis te doen. Ik wil je er best voor betalen. Nou, dat was bij Jacob niet tegen dovemans oren gezegd. Want die hele maand al, je zou ook kunnen zeggen, die eerste ontmoeting, en dat is dat hoofdstuk voor waar we begonnen, dat die Rachel voor het eerst ontmoet, staat Jacob in vuur en vlam.
Die innerlijke leegte van Jacob, die was naar boven gekomen. Dat enorme vacuüm naar veiligheid, naar zekerheid, naar erkenning, naar liefde. Naar je eindelijk weer eens waardevol voelen. Dat had zich helemaal geprojecteerd op dat bloedmooie meisje. Want dat was ze. Het komt in deze vertaling niet helemaal, vind ik, sterk naar voren. In de herziene Statenvertaling en de vorige was dat veel mooier. Daar staat ook echt dat ze schoon was van gestalte. Ze zag gewoon hartstikke sexy uit. Rachel, het kon niet mooier. Je zou kunnen zeggen, het mooiste meisje van de klas. Alle jongens zouden wel wat met haar willen hebben. En Jacob zeker, want Jacob was een jongen die nog heel erg jochie was, zou je kunnen zeggen. Met een enorme honger. En zoals dat met jongens gaat, en vooral met mannen, vindt dat vooral ook zijn weg richting de seksualiteit. En dus had hij zijn hele hart, dat hele vacuüm gezet op Rachel. Als ik die nou toch eens mocht krijgen. En toen Laban dus met het voorstel kwam, ja, toen wist hij wel wat hij moest antwoorden op de vraag van Laban, zeg me maar wat je loon moet zijn. En dus zegt hij, ik zou heel graag, omdat hij verliefd was, 7 jaar werken om Rachel. Ik zou heel graag mijn bruidschat bij elkaar willen sparen. Zodat u Rachel aan mij kunt geven. Want zo ging dat in die tijd, met een bruidschat. Maar let goed op. Dit is een krankzinnige bruidschat. 7 jaar. Ik heb me laten vertellen door de deskundigen dat een normale bruidschat ongeveer 30, 40 shekel was. Dat was de valuta in die tijd. En dat 1,5 shekel een maandloon was. Nou, als u snel even kunt rekenen, dan zou je ongeveer rond de 2 jaar werken voor de bruidschat. Dan had je het bij elkaar. Jacob niet. Jacob gaat direct in het overbieden. Jacob moet en zal haar hebben. Want daar ligt mijn geluk. Daar word ik eindelijk wie ik wil zijn. Zij gaat mij gelukkig maken en dat is mij alles waard. 7 jaar werken. Een compleet, ja, overbieden. Kennen we dat? Herken jij, herkent u uw Rachels in het leven? Dat waar je zeker van weet, als ik dat nou haal, als ik dat punt bereik, ah, dan word ik ultiem gelukkig. Dus ik ga er keihard tegenaan. En mocht u het nog niet kennen, zoek gerust eens op internet, want dit is tegenwoordig massief aanwezig, hoe je je leven weer vorm kan geven door een doel te stellen. Volg de passie in je leven. Beeld je in wie je wil worden en haal alle kracht in je naar boven, want dan zul je ultiem gelukkig worden. Het stikt van de cursussen en de trainingen om jezelf gelukkig te maken met dat doel waar jij dan alles voor gaat over hebben. YouTube staat vol met dit soort motivatietoespraken, overigens ook in de christelijke variant. Ga iets goed doen. En ga er helemaal voor. Wat zal jij je gelukkig voelen? Ja, dat is een beetje wat Jacob hier ook doet. En velen met hem. Er alles voor over hebben. Laban is niet gek. Laban is een zakenman. Daar komt Cornelis de volgende keer, zit even 2 weken tussen. Komt hij nog op terug. Hoe ontzettend slim Laban is. En Laban hoort dit. En iedere zakenman onder ons, of commerciële jongen of meid, die weet op het moment dat iemand zo hongerig is, ja, dan kun je hem gewoon uitbuiten. Die kun je alles laten betalen. Dus Laban die zegt, nou, ik kan ze beter aan jou geven dan aan een ander. En de deal is eigenlijk gesloten. En straks zit daar nog een wrang bijkomstigheidje. Maar daar gaat Jacob. 7 jaar werken en na 7 jaar, je zou bijna kunnen zeggen, ontploft hij bijna van verlangen. Want hij zegt,
na 7 jaar, die voor hem overigens voelde als maar een paar dagen. Dat is echt wat er gebeurt, hè? Als je passie volgt. Ja, je passie dan in de zin van, als ik dat heb bereikt, dan, en daar zie je zo naar uit, dat alles in je lijf, alles in je systeem werkt mee. Elke weerstand kun je ook overwinnen. Daar word je ook echt in getraind dan. Door vooral de visie te houden op dat wat je gaat bereiken. En wat kun je dan veel bereiken? Het voelt als maar een paar dagen werk. Want je weet waar je het voor doet. En het komt steeds dichterbij. Je checkt het op je bankrekening. Of zoals Iris net zei, je rapportcijfers. Wat het dan ook maar zijn. Je beoordelingsgesprekken. De date en de afspraakjes die steeds intenser worden en meer en meer. En je groeit naar dat ultieme moment toe. Net als Jacob. En dus zegt hij, zo werkte Jacob 7 jaar om Rachel, maar voor zijn gevoel waren het maar een paar dagen. Zoveel hield hij van haar. En toen zei Jacob tegen Laban, de termijn is om, geef me nu mijn vrouw, ik wil met haar slapen. En ja, in de Bijbel staat dit vaak wat omvloers weergegeven. Maar in de originele tekst mag je hier gerust invoegen, ik verlang enorm naar seks. Ik brand van begeerte. Ik ontplof bijna. Zoals ik net al zei, in die tijd was dit is zelfs voor begrippen in die tijd vrij indiscreet, open. Bijna op het brutale af. Maar in onze tijd is dit vrij normaal. En net als toen, en nog steeds als nu, seksualiteit, vooral de mannelijke seksualiteit, leent zich uitstekend om een goed gevoel over je te krijgen. Voor even. He, hier komt alle pornoverslaving vandaan. Hier komt alles wat maar met misbruik te maken hebben vandaan. Alles wat je maar even die bevrediging kan geven. Vooral de mannelijke seksualiteit is heel erg bevestigend voor je mannelijkheid. Ja, en als je van binnen nog een jochie bent, is dat natuurlijk wel een route om je even een grote man te voelen. Hoe oud je ook bent. En ook mijn deur is het niet voorbij gegaan. Maar seksualiteit, ik moet hier toch even bij stilstaan, is niet alleen iets lichamelijks. Denk bij seks nooit, ach, het is maar een lichamelijk dingetje. Nee, nee. Met seks komt echt je identiteit helemaal mee, je ziel. Vraag dat maar eens aan iemand. En dan word ik echt een beetje teder hierin, want hier moet je mee uitkijken. Vraag dat maar eens aan iemand waar de grens over gegaan is. Iemand die tegen zijn of haar zin in de seksualiteit betrokken is geraakt. Aanranding, verkrachting, misbruik. Kan ook binnen huwelijken. Tegen je zin iets doen. Dat is niet alleen een lichamelijk dingetje. Zeg nooit tegen iemand die dat heeft meegemaakt, nou doe eens een keer joh en het is wel weg. En als je helaas ervaringsdeskundig bent op dit gebied, dan weet je dat uren, dagen, weken, maanden douchen zelfs niet eens helpt. Het zet zich vast in je geest. Daar heb je echt hulp bij nodig. Soms zelfs traumatherapie. Seks is een onvoorstelbare scheppingskracht. Ik vind het bewonderenswaardig mooi hoe God seks bedacht heeft. Het kan het mooiste middel zijn in een relatie en het kan de grootste destructie zijn voor je leven. Hetzelfde fenomeen. Hier gaat Jacob voor dat ultieme geluk. Met haar moet het gebeuren. En Laban stemt natuurlijk in, de tijd zat erop. Dus de bruiloft wordt geregeld. Alle inwoners van de stad werden uitgenodigd en er kwam een groot feest. Misschien is het goed om je even te realiseren hoe de bruiloft in die tijd ging. Heel veel gasten, heel veel drank, uitbundig. Dat ken je ook van het water in wijn wonder bij de Heer Jezus. Maar de bruid was zwaar gesluierd. Dus niet als nu, soms wel eens zo bloot mogelijk. In die tijd zwaar gesluierd. Je zou kunnen zeggen, de bruidegom wist echt niet. Dat was misschien ook wel een soort erotisch spel.
Een soort schijnbaar op afstand houden, maar vannacht gaat het gebeuren. Dan mogen alle doeken eraf. Dan kan alle versluiering eraf. Dan kunnen we eindelijk open en bloot. En dat moment komt diep in de nacht. Maar let wel, in die tijd waren er geen straatlantaarns, geen lichtjes in de tent. Het was gewoon pikdonker. En natuurlijk flink wat gedronken, dus het is wat roesachtig. En zo voltrekt zich de huwelijksnacht met de daarbij behorende seksuele daad. Wat zal hij ervan genoten hebben, denk ik. En 's morgens wordt hij wakker, ontwakend uit de roes, uit die intense nacht. En dan komt dat schrijnende zinnetje. Hij kijkt nog eens naast hem en zie, het was Lea. Zo staat het in de vorige vertaling, die vind ik buitengewoon scherp. En zie, zijn ogen gingen open. Het was Lea. Ja, dit gaat verder dan een domper. Alles valt onder hem vandaan, zou je kunnen zeggen. Lea, wat gaan we nu krijgen? Met wie heb ik het gedaan vannacht? Wetende dat je er dan ook aan vastzit. Dus het gaat ongetwijfeld in hem tekeer. En hij komt steeds meer bij uit die roes. De alcohol trekt misschien een beetje weg. Hij trekt snel wat kleren aan en gaat op hoge poten naar een van zijn, naar Laban toe. En hij brult het misschien zomaar uit. Hoe hebt u mij dit kunnen aandoen? Wierp hij Laban voor. Ik heb toch om Rachel bij u gewerkt. Waarom hebt u mij zo bedrogen? Met een beetje voorstellen. Heb jij het wel eens meegemaakt, u? Zo hard gewerkt. Zo uitgezien naar. Zo je best gedaan. Zo het recht hebben op dat er nou eindelijk eens een keer ook andersom is. Eindelijk komt de vrucht van al die noeste arbeid. Nou kan ik er eindelijk van genieten. En zie, het was Lea. Ook voor jou. Ook voor u. Op alle vlakken, hè? Kan op alles zijn. Kan je huwelijk zijn. Je had er zoveel van verwacht. Je wist zeker, dit is ze. Dit is hij. Het leek er ook helemaal op. En uiteindelijk is het een feit. En het leven pakt zich en herpakt zich. Kijk, dit is natuurlijk echt een schok en een traumatisch moment. Maar bij jou ontwaakt het misschien pas veel later. En ja, de teleurstelling slaat toe. En je roept het zomaar uit. Heb ik het daar dan allemaal voor gedaan? Je baan. Je carrière. De opvoeding van je kinderen. Hoeveel ouders hoor ik niet? Ik heb alles voor ze gedaan. Ik heb alles voor ze gedaan. En kijk eens. Is dit nou hun dankbaarheid? Mensen met de kerk. Vooral onze kerk. Recente geschiedenis. Alles hadden ze ervoor over. Scholen, krant, kerk, geld. Regels, synodes, vergaderingen, avond en avond kerkraadswerk. En moest kijken, ze zijn me helemaal vergeten. Zie, het was Lea. En wat leggen we dan ook graag de schuld buiten onszelf neer? Die omstandigheden. Die zorgen er nou voor dat ik zo ongelukkig ben. Die stellen mij teleur. Wat ben je moedig als je daar eens mee op kan houden. Want dat is de reden helemaal niet van je teleurstelling. Het was je eigen leegte. Het was je eigen honger. Het was je eigen verlangen, je eigen vacuüm. En daar moest die ander, of dat andere project, of je kinderen, of je kerk, of je bedrijf, of je buurt, of wat het dan ook maar is in jouw leven, die moest daarin voorzien. Maar daar zijn ze niet voor. Dat denken we wel, maar daar zijn ze niet voor. En Jacob gaat dus op hoge poten. Zijn recht proberen te houden. Zoals wij dat ook kunnen. Misschien in onze aardse relaties.
En anders wel bij een hogere instantie. We gaan letterlijk naar de rechter. Of we ballen onze vuisten naar God. Waar bent u nou? Heb ik het hier nou voor gedaan dan? Nou, Jacob heeft maar eigenlijk aan één zin genoeg van Laban om uit die slachtofferrol te komen. Eén zin, moet je nagaan, een man die diep bedrogen is. 7 jaar moestarbeid voor deze meester. En uiteindelijk wordt hij in die nacht op een sluwe manier, op een blinde manier bedrogen. En hij heeft maar één reactie nodig. Laban antwoordde, het is hier niet de gewoonte om de jongste voor de oudste uit te huwelijken. Bam. Als coach en als counselor ben ik altijd ontzettend onder de indruk van die korte zinnetjes. Overigens ook als preker. Je hebt me net horen bidden dat ik zo hoop dat het deze keer wat korter is. Waarom al die betogen? Terwijl het soms maar in één zinnetje zit. Het kan best zijn dat u ook maar één zinnetje onthoudt. Misschien uit een preek zoals van 30 jaar terug. Dat ene zin. Ik heb ook dat ene zinnetje van Tim Keller. Dat veranderde mijn hele leven. Dit is één zinnetje. En bij Jacob splijt zijn ziel. Er gaat een zwaard door zijn hart. Zijn geest barst open en hij weet precies wat hij vannacht heeft meegemaakt. En waarom hij het heeft meegemaakt. Hier komt hij natuurlijk zijn eigen verleden tegen. Jij hebt de eerstgeboorterecht gestolen. Jij hebt de positie van de eerste op eigen kracht ingenomen. Jij bent de bedrieger en nou word je bedrogen. Nou krijg je een koekje van eigen deeg. Dit is nou wat jij met je blinde vader hebt gedaan. Dit heb jij gedaan met dat toneelstukje. En vannacht was je zelf onderdeel van een toneelstukje. Want die gesluierde vrouw, Jacob, jij was ook die gesluierde jongen. Lea deed zich voor als Rachel. Nou, misschien deed Lea dat nu niet eens. Maar haar vader heeft gezorgd dat Lea zich voor moest doen als Rachel. En zo deed Jacob zich voor als Ezel. Alles komt terug. Alles. Tot bijna op detailniveau nauwkeurig. Wat een levensles. Op het moment dat hij zich het diepst gekwetst voelt, het diepst bedrogen, komt hij zichzelf tegen. Ken je dat? Heb u dat ook binnen durven laten komen? Al die momenten dat u dacht, mij wordt hier. Ben je toen ontwaakt hoe vaak jij dader bent, zelf, van dat? Hoe makkelijk jij mensen wegzet en beduvelt en net doet alsof. En je hoofd omdraait en je handen in onschuld wast, totdat het jou treft. Nou, dan is de wereld te klein. Is het voer van de populisten. Die helpen u hier graag bij. En de profeten zijn als Laban. Maar ja, die zijn ook in ons land niet geëerd. Rot op met je nare lesjes en je spiegels. Ik heb er zelf ook zo moeite mee. Dat waar je in je kinderen zo vaak aan irriteerde. Om dan de moed te hebben om te denken, maar wacht even, dit ligt niet aan mijn zoon of mijn dochter. Dit ben ik. Ik sta hier mijn eigen onmacht van me af te schreeuwen. Ik sta hier mijn eigen frustratie op een ander te drukken. Ik leg mijn kinderen de last op van mijn geluk. Dat eerlijk durven toegeven. Het is mij niet makkelijk afgegaan. En soms nog niet. Wat vraagt dit de moed om dit te durven binnen laten komen? En ik weet niet hoe diep dit bij Jacob doorgewerkt heeft. Dat laten we hier liggen. Hooguit in het verdere verloop van zijn leven zijn dit allemaal van die indrukwekkende momenten geweest waarop Jacob uiteindelijk is geworden wie hij was. En jij? Ben je dieper in je slachtofferrol gekomen? Ben je bitterder geworden? Of ben je er beter door geworden? Vrijer.
En deze les, zo'n soort les, moet Lea ook leren. Even kort nog over Lea. Wat een plek heeft Lea in dat gezin, de oudste dochter. Maar absoluut de verliezer ten opzichte van haar jongere, bloedmooie zusje. Alles wat Rachel had, had Lea niet. Rachel sprankelde. Rachel ging er met de kudde op uit. Rachel was gewild bij elke jongen van het dorp. Voor Rachel werd 7 jaar gewerkt door Jacob. Lea niet. Lea was flets. Lea had fletse ogen. En dat betekent niet dat ze een oogaandoening had. Je ogen zijn de spiegel van je ziel. Lea had net als Jacob een lege ziel. Lea was het lelijke eendje uit het sprookje. Lea, die wilde niemand. Er kwam er niet één bij vader Laban met een bruidschat om met Lea te mogen trouwen. En Lea was dus ook een last voor haar vader. Hoe kom ik van die dochter af? Wat moet ik met haar aan? Hoe krijg ik haar ergens ooit in een huwelijksbed? En toen Jacob kwam met die hongerige, begerige blik, ik wil wel 7 jaar voor Rachel werken, toen dacht Laban, dit gaat hem worden. Je zou toch zo door je vader worden ingezet? Je zou toch zo een huwelijksbed ingemoffeld worden? Hoe zal Lea zich gevoeld hebben in die huwelijksnacht? Als Jacob misschien wel kreunend 100 keer Rachel heeft gezegd. Oh Rachel, oh Rachel. En daar lig je dan als Lea. Hoe zou ze zich gevoeld hebben toen die 's morgens wakker werd en ineens opschrok en zei, wie ben jij? Wat heb ik gedaan? En misschien heeft ze wel gehoord hoe die schuimbekkend voor haar vader heeft gestaan. Wat doet dat met jou als vrouw, als meisje? Wat doet dat met je identiteit? Nou, mocht ze nog niet leeg zijn, dan was ze het wel daarna. Een wegwerpartikel. Ze was die nacht gebruikt. Nee, eigenlijk misbruikt. Want er was natuurlijk van liefde geen sprake. Het was een en al lust geweest. Hier zie je precies hetzelfde. Hè? De huwelijksnacht die voor een vrouw een zegen had moeten zijn, werd uiteindelijk een vloek omdat ze niet was wie de man dacht dat ze was. Daar zie je weer hetzelfde als met de zegen bij Jacob. Als je niet bent wie de ander denkt dat je bent, dan is dat wat zo mooi bedoeld was ineens een vloek. En dat gat in haar ziel moet bij Lea natuurlijk ook gevuld worden. Net als bij iedereen. Hè? Dat zet Lea ook aan tot daden om uiteindelijk dat te krijgen waar ze zo naar verlangt. Maar ik wil bij één zinnetje met name nog even stilstaan. Vers 31. Toen de Heer zag dat Jacob minder van Lea hield, opende hij haar moederschoot terwijl Rachel kinderloos bleef. Ja, na 1 week huwelijks, nou laten we zeggen bruiloftsweek, kwam zusje Rachel weer in het leven van Lea. Want ook Rachel werd direct een week daarna de vrouw van Jacob. En zij was elke nacht aan de beurt, Rachel. En Lea niet. Met Rachel had hij het fijnst. Daar hield hij van, maar niet van Lea. En dat ziet de Heer. De Heer ziet jouw identiteit, jouw lege ziel. Je vader weet precies hoe jij je voelt. Je vader weet ook wat je nodig hebt. En je vader wil zo graag dat je gaat ontdekken waar je ziel nou echt gevuld kan worden. Dat had hij bij Jacob bij Bethel al gedaan, maar ach, dat was maar kortstondig. En bij Lea zie je een beetje hetzelfde. Als ik nou dit, dan. En wat blijkt, haar moederschoot wordt geopend. Nou, voor elke vrouw. Nee, voor heel veel vrouwen moet ik zeggen, is dat echt wel iets heel belangrijks voor je identiteit als vrouw. Moeder mogen worden. Hè, en de vrouwen onder ons die geen kinderen hebben mogen krijgen en dat graag wel willen, die weten wat voor een diep lijden dat is. Doe daar ook nooit goedkoop over. Wees daar ook maar eerlijk over naar God. Hij weet als geen ander hoe jij je voelt. En hij is er ook echt onbewogen. En natuurlijk denken wij dan ook, nou, alsjeblieft, geef me dan een kind. Maar mag de geschiedenis van Lea jou vanmorgen ook een beetje bemoedigen als ongewild kinderloze vrouw of man?
Want Lea, haar schoot wordt geopend. En ze denkt haar geluk echt uit het moederschap te halen. Maar ze zet haar moederschap in om haar identiteit te vullen vanuit Jacob. Nu gaat hij wel van me houden. En in dit geval gaat het ook in een soort drietrapsraket. En dat zie je aan de namen die die jongens krijgen. De eerste is Ruben, want ik voel me eindelijk gezien. De Heer heeft gezien wat ik te verduren heb. Nu zal mijn man van me gaan houden. Ik heb eindelijk een middel gekregen, waardoor Jacob eindelijk ook van mij gaat houden. Zie je, wij denken altijd in middelen. Het middel, dat moet ingezet worden. Eigenlijk wordt het middel direct God. Maar het werkt niet. En dus moet de tweede komen. Ze werd opnieuw zwanger. En ze noemt hem Simeon. Want, zegt ze, ik ben gehoord door God. Nou gaat mijn man me ook horen. Hij gaat me echt serieus nemen. En de derde is helemaal een diepe intimiteit. Levi. Nou raken we wel gehecht aan elkaar. En het gebeurt weer niet. En zo eindigt het bij de vierde. Nou, het eindigt niet, maar wel ons gedeelte vanmorgen. De vierde zoon krijgt de naam Juda. Eindelijk. Want wat betekent Juda? Ik ga nu de Heer loven. Het voelt alsof Lea ontdekt. Ja, maar hier moet ik het niet zoeken. Ik moet het niet bij Jacob zoeken. Ik moet het zoeken bij degene die mij gehoord, gezien en die echt aan mij wil hechten. God. Vandaar die naam Juda. En nou, de meesten onder ons weten dat uit het geslacht van Juda straks de Heer Jezus geboren zal worden. Dat is echt de naam. Dat kind kreeg een naam waardoor wij allemaal mogen weten hoe graag God zich aan ons hecht. Ja, God, niet de middelen. God wil voor ons de diepste factor zijn voor het ultieme geluk. En hij is ook de enige die het kan, want je vacuüm zou je kunnen zeggen, je innerlijke leegte, lieve broers en zussen, is zo groot dat krijg je met geen aards goed dicht. Dat roept elke keer weer nieuwe honger op, die als je niet uitkijkt nog groter is dan de honger die je net bevredigd hebt. Er is geen geschapen dingetje wat voldoet aan jouw honger. Ja, kortstondig. Even. Als een soort vorm van zelfbevrediging, maar ineens wordt de lust voor de volgende keer weer groter. Vandaar dat je vaak in die verslavingscyclus blijft hangen, wat het dan ook maar is. Alleen met God word je daar vrij van. En dat ontdekt Lea op dit moment hier even. Helaas, als je verder leest, gaat ze straks de strijd weer aan met Rachel. En zetten ze zelfs de bijvrouwen in. Het wordt een drama in dat gezin. Straks, allemaal kinderen uit vier vrouwen geboren. Over een samengesteld gezin gesproken. En de reden ervoor was maar één ding. Lege zielen van volwassen mensen. Net als bij u en bij mij. Ook wij hebben een hongerige ziel. Ook wij willen zo graag gezien en gehoord worden, gehecht worden. We willen bemind worden. En ook voor jou en voor mij geldt de grote vraag. En wie gaat het worden? Wat wordt jouw ware liefde? Wat is het op dit moment? Hoe gehecht ben je er al aan? Hoe moeilijk wordt het om dat los te maken of los te laten maken door hem? Want de enige bruid en de enige bruidegom die bij elkaar passen, is de Heer Jezus als de bruidegom. En jij en ik als zijn bruid. Heb je hem al ontdekt? Verlang je naar hem? Verlang je dat jouw hele leven, je zou bijna kunnen zeggen, arbeid mag zijn, terwijl het je totaal geen energie kost. Het voelt als dagen. Want ik ben op weg naar mijn bruidegom. Ik ben op weg naar de ultieme huwelijksnacht met hem. Het is misschien wat plastisch uitgedrukt, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Dat ultieme feest wat voor jou en voor hem wordt aangericht. Daar is de plek waar wij vervuld raken.
En dus sluiten we af met 3 overdenkingsvragen, Joël. Wil je ze even laten zien? Om eens mee te nemen naar huis. Om er straks met elkaar over na te praten. Misschien wel in je kleine wijk. Denk er eens over na. Wat deze vragen met jou doen en wat deze preek bij je heeft opgeroepen. En ik hoop dat er een verlangen ontstaat om terug te gaan naar die ultieme liefde. Misschien voor het eerst, maar misschien ook wel weer voor de zoveelste keer. En daarom zingen we met elkaar: herstel mijn eerste liefde. Amen. Stop.